Welkom bij een nieuwe aflevering van Willems Keuze, de videorecensie op de site van BN De Stem. Wij gaan het vandaag hebben over de cd Nomad van Bombino. Bombino is eigenlijk de middle name of Omar Mokhtar. Omar Mokhtar is een gitarist uit Niger. Niger is een Noord-Afrikaans land. Het ligt naast Mali, onder Libië en Algerije. Die Omar Mokhtar, die speelt gitaar. Dat is, eigenlijk heeft hij dat geleerd, dat gitaarspelen in ballingschap. Want hij stamt af van een nomadisch volk, van de Berbers uit Noord-Afrika. Hij strijdt eigenlijk met zijn familie tegen de regering in Niger en daarom moet hij ook wel eens vluchten. Een familielid liet daar in ballingschap een gitaar achter. Daar heeft hij zich in bekwaamd. Hij ging gitaar spelen. Hij luisterde naar Jimi Hendrix en Mark Knopfler en hij ging een eigen stijl ontwikkelen. Hoe dat Afrikaanse gitaarspel van Bombino klinkt, dat gaan we even luisteren. En zo ziet hij eruit. Omar Mokhtar op de gitaar. De opnamen klinken fantastisch, dat is niet zo vreemd, want de plaat Nomad die is opgenomen in Nashville. Hij is namelijk uitgenodigd door Dan Auerbach, dat is de gitarist van de Black Keys. En die heeft zijn plaat ook geproduceerd. Hij speelt ook op een nummer mee, bas. Maar voor de rest is het een typische Afrikaanse plaat met wel wat westerse geluiden erin, want het klinkt allemaal fantastisch. Maar die typische Sahara gitaarsound van die meneer, die zit er nog steeds in. En daarom is ook Bombino op een groot Amerikaans label uitgebracht en klinkt het fantastisch. We gaan tot slot een nummer luisteren waar de plaat mee begint. En daarin hoor je ook wel een beetje die sound van de Black Keys terug in de productie van Omar Mokhtar. Bombino, een mooie tip uit Afrika. Dus gaan we even opzetten. Volgende week weer andere muziek. Nou nog even genieten van Bombino.